Goedemorgen, dames en heren. Ik wil u allemaal van harte welkom heten op deze virtuele kennisdag Inspectie en Instandhouding Waterkeringen. Mijn naam is Piet Hein Daverveld. Ik ben dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland, maar vandaag, vanmorgen, uw dagvoorzitter. Ik heb begrepen dat dit de 17e editie al is van deze kennisdag. Het is allemaal begonnen volgens mij na de ramp bij Wilnis. Maar het is wel direct een hele bijzondere editie, want het is de eerste keer dat we het digitaal doen. En volgens mij is het ook de eerste keer dat STOA en Rijkswaterstaat een zo'n grote digitale bijeenkomst organiseren. En bij voorbaat wil ik al mijn dank uitspreken voor alle technische ondersteuning om dit allemaal mogelijk te maken. Ik denk dat we vandaag een heel mooi programma hebben, dat zal ik zo dadelijk aan u tonen. Maar ik wilde eigenlijk beginnen met een paar huishoudelijke mededelingen. En dat is zo, u bent denk ik vast wel langzamerhand gewend met het gebruik van Zoom-vergaderingen. En ik wil toch even in herinnering brengen een paar tips. Gelieve de microfoon uitgeschakeld te houden, zodat we geen stoorgeluiden hebben op de achtergrond. Ik denk voor de beste ervaring is het ook goed om tijdens de bijeenkomst de speakerview te bekijken. Dat is een knop die rechtsboven in het scherm te vinden is. En wij hopen natuurlijk dat, ondanks het feit dat we niet fysiek allemaal hier in Burgers' Zoo aanwezig kunnen zijn, dat we toch interactie met u allen kunnen hebben. En daarvoor willen we vragen dat u de chatfunctie gebruikt. Als u vragen heeft, voer die in via de chatfunctie. De regie die zal uw vragen doorspelen. En dan zal ik die voorleggen aan de sprekers die ik zo dadelijk ga introduceren. Juist ook om die interactie mogelijk te maken, gebruikt een van de sprekers ook een stelling tijdens zijn presentatie. Dus ik wil je vast zeggen, dat is ook volgens mij best bekend, we gaan weer de Mentimeter gebruiken. U ziet hieronder de website ook al de code. Dus u kunt die alvast noteren. We zullen hem straks, als dit onderwerp aan bod komt, zullen we die code vanzelfsprekend weer in beeld brengen. Dan wil ik eigenlijk nu met u naar het programma toe gaan van vanmorgen. In de eerste plaats, ik zei al, het is natuurlijk heel bijzonder, want wij hadden deze bijeenkomst hier in Burgers' Zoo al op 17 maart willen hebben. En we weten allemaal wat er gebeurd is. En ik wil aan het begin van het programma straks een korte reflectie geven op corona, wat dat voor ons betekent. Daarna gaan we door naar het eigenlijke programma. En ik vind het altijd leuk dat we ons ook laten inspireren door sprekers van buiten. Dus in de eerste plaats zal Sandra Brands een verhaal houden over duurzaamheid en circulariteit. Sandra is de KAM-coördinator hier bij Burgers' Zoo. En ze is daarmee verantwoordelijk voor het thema duurzaamheid en circulariteit. Daarnaast is ze ook verantwoordelijk voor het coronabeleid bij Burgers' Zoo. En tijdens haar presentatie zal Sandra ingaan hoe Burgers' Zoo omgaat met duurzaamheid en circulariteit en wat Burgers' Zoo doet om zo goed mogelijk invulling te geven aan corona. En een van die dingen die ziet u hier voor ons, want deze stok hier, dat is niet een aanwijsstok, maar dat is eigenlijk een stok om mij eraan te herinneren dat als er zo dadelijk een spreker naast mij staat, dat we inderdaad die anderhalve meter afstand zullen respecteren. Daarna hebben we een tweede gastspreker en dat is Melvin Redeker, omgaan met verandering. Melvin Redeker is avonturier en heeft heel veel expedities gemaakt. Hij heeft onder meer orka's gefotografeerd in de Noordzee en ook beklom hij een aantal van de hoogste bergen ter wereld in de Himalaya. Tijdens zijn presentatie zal Melvin ingaan op hoe veranderingen in de omgeving invloed hebben op onze manier van doen en handelen. Daarbij zal hij ook proberen om vanuit zijn eigen ervaringen een vertaling te maken naar de dijkenwereld. En ik wil nu alvast verklappen dat tijdens deze presentatie die Mentimeter weer van pas zal komen. Daarna
Wat ik vervolgens wil doen, dat is dat ik de workshopleiders kort introduceer. Want de twee sprekers die ik nu net genoemd heb, die zijn eigenlijk voor de plenaire bijeenkomst. Maar we hebben ook 4 workshops gepland. 1 daarvan begint al vanmiddag om 2:30. En daar heeft u allemaal volgens mij ook weer de instructies voor ontvangen hoe u digitaal die workshop kunt bijwonen. In de eerste plaats mag ik vragen Peter Bonen om even bij mij te komen. Peter Bonen die zal het hebben over plaagsoorten bij planten. Peter is al bijna 25 jaar werkzaam bij het waterschap Vallei en Veluwe. En haar voorgangers als beleidsmedewerker waterkeringen en beheer en onderhoud. En sinds dit jaar is Peter daarnaast grasregisseur bij de STOA. Vanaf 2:30 vanmiddag geeft hij die eerste workshop over plaagsoorten. Peter, misschien wil jij daar nu al een tipje van de sluier over oplichten. Dat zal ik proberen. Plaagsoorten. We streven in Nederland steeds meer naar bloemrijke dijken. En deels voor biodiversiteit, maar ook om beter gesteld te staan, bijvoorbeeld voor extreme droogte, wat we de afgelopen paar jaren wel gezien hebben. Een robuuste dijk is gewoon beter bestand tegen extremiteit. Als je het dan over een bloemrijke dijk hebt, dan ziet dat er mooi uit. Dat is de ene kant. Maar heel veel bloemen die horen wat mij betreft gewoon thuis bij de bloemist. En niet op de dijk. Sterker nog, er zijn bloemen op de dijk. Die bestempelen wij als probleemsoorten. En de workshop vanmiddag is met name gericht om te kijken welke probleemsoorten hebben we nou echt last van. En wat kun je er tegen doen. Dus om 2:30 graag voor iedereen. Dankjewel, Peter. Dankjewel. Graag. We zien ernaar uit naar de eerste workshop. Maar er is niet alleen vandaag een workshop. De komende weken zullen ook andere workshops plaatsvinden. En ik wil de workshopleiders van die andere workshops ook nu al de gelegenheid geven om iets daarover te vertellen. Mag ik Hanneke Kloosterboer vragen om bij mij te komen staan op 1,5 meter afstand weer. Want jij gaat een workshop houden over plaagsoorten, maar dan de dieren. Hanneke is al bijna 10 jaar werkzaam bij het waterschap AA en Maas. Als beleidsadviseur waterveiligheid richt zij zich met name op het beheer en onderhoud en op de calamiteitenbestrijding. Hanneke, kun jij ook al iets meer vertellen over de workshop die jij op 1 oktober gaat houden? Ja, zeker. We gaan het over graverij hebben. En steeds meer waterschappen in Nederland hebben last van de bevers. En dat is nog best wel een uitdaging om daarmee om te gaan. De bever die verspreidt zich steeds meer door Nederland heen, dus wij gaan daar in deze workshop uitgebreid gaan we daarop in. We hebben daarvoor ook Vilmar Dijkstra van de Zoogdierenvereniging uitgenodigd om wat meer te vertellen over het gedrag van zo'n dier. Hoe kun je ermee omgaan in bestaande situaties, maar ook hoe gaan we daarmee om in alle dijkversterkingen die door het land heen plaatsvinden. En daarnaast zijn er al heel veel onderzoeken over de bever. Hoe vind je ze? Hoe ga je ermee om? Wat kun je ermee? Nou, en al die kennis die daar nu al over is, die gaat gebundeld worden en die gaat landelijk gedeeld worden met iedereen. Nou, en daar gaan we ook wat verder op in. Heel mooi. Ik weet in ieder geval, bij Delfland hebben we onlangs inderdaad de eerste bever kunnen verwelkomen. Ja, kom maar, luister graag mee, dan weet u wat we ermee kunnen doen. Dankjewel, Hanneke. De volgende workshop, die zullen we introduceren via een filmpje. Dat namelijk Bart Vonk is de workshopleider, maar die is op dit moment op vakantie. Het thema van deze workshop is denk ik heel erg actueel. Dat is de droogte. We weten allemaal hoe vaak waterschappen in het nieuws zijn de laatste jaren in verband met de droogte, crisissituatie. En dat is dus ook een thema dat een workshop echt rechtvaardigt. Bart is al meer dan 30 jaar werkzaam bij Rijkswaterstaat in verschillende rollen. De laatste jaren is hij met name bezig met calamiteitenbestrijding en dus ook met droogte. En ik wil dan nu vragen of jullie het filmpje kunnen starten waar Bart zeg maar zijn workshop zal introduceren. Het zak als icoon, hè? Want eigenlijk is het icoon van het hele programma PNUW. Wordt nog even gefilmd. 10 september is de eerste, met een ochtend en een middag.
En daarna elke drie weken op de donderdag 1. 2, 1, go. Hallo, ik ben Bart Vonk. Ik werk bij Rijkswaterstaat en heb vooral met de bescherming van ons land tegen te veel water te maken. Maar ook met droogte. En laten die twee nou heel veel met elkaar te maken hebben. Het is nu aan het begin van de zomer alweer aardig droog in Nederland. Niet eerder hebben we zulke hoge neerslagtekorten gemeten. Maar pas als we deze workshop gaan geven, weten we hoe droog het werkelijk is geweest. En welke gevolgen dit heeft gehad op onze waterkeringen. Maar ook als het alsnog een volledig verregende zomer gaat worden, hebben we nog genoeg te delen met elkaar. Hoe heeft de implementatie van de aanbeveling beleidstafel droogte uitgewerkt? Heeft de evaluatie droogzomer 2018 uitgevoerd door de STOA geleid tot een ander beheer? Hebben we nieuwe inzichten over de effecten van de droogte op de verdroging van onze waterkering, op de daling van de phreatische lijn? En zullen al deze inzichten leiden tot een andere en misschien meer innovatieve inspectiestrategieën? Kortom, een interessante workshop waarin we vooral met elkaar in gesprek zullen gaan. Dus zoom met ons mee, zou ik zeggen. En dan volgend jaar, 19 maart 2021, weer ouderwets live op deze locatie. Objectbeheerde waterkeringen. En daarin ben je de schakel tussen operationeel tactisch beheer en onderhoud. En de workshop zal gaan over risicogestuurd beheer en onderhoud. En jij gaat die workshop geven op donderdag 19 november, dus het duurt nog even. Wil jij iets meer vertellen over deze workshop? Zeker. Ja, de laatste workshop in de rij inderdaad over risicogestuurd beheer en onderhoud. Ik zou eigenlijk willen zeggen, risicogestuurd beheer en onderhoud is eigenlijk voor alle waterbeheerders, of het nou met waterkeringen of met het waterbeheer bezig bent, eigenlijk zo belangrijk dat, ja, misschien kun je wel de stelling aangaan dat we zeggen van, nou, misschien moet iedereen goed kennis hebben van risicogestuurd beheer en onderhoud en zou dat een soort basiskennis moeten zijn van alle waterkeringbeheerders. Nou, dit onderwerp wat verder toe te lichten, gaan we uit de handreiking de risicogestuurd beheer en onderhoud daar wat aspecten uit toelichten. En een van de dingen is dat we kijken van hoe hebben wij afgelopen jaar met een aantal mensen risicogestuurd beheer en onderhoud toegepast. En we hebben ook een expertgroep, de NEN 2767, uitgewerkt. En daar wil ik ook graag wat nader op toelichten, hoe ver we daarmee zijn en hoe je dat kunt toepassen bij risicogestuurd beheer en onderhoud. Dankjewel, Oscar. Heel mooi. En ik zie ook al een linkje, zeg maar, met de presentatie straks van Melvin, die het volgens mij ook gaat hebben over hoe we risico's inschatten. Ja, dus dankjewel. Dan komen we nu bij wat ik al zei. Dit is natuurlijk een hele bijzondere gelegenheid dat we elkaar digitaal ontmoeten. Mij is gevraagd om ook een korte reflectie te geven over, ja, deze gekke coronatijd. Ik heb al gezegd, we hadden ons eigenlijk hier bij elkaar willen komen op 19 maart. Maar corona gooide toen roet in het eten. Het is eigenlijk een voorbeeld van wat Nicolas Taleb een zwarte zwaan, een black swan, noemt. Een gebeurtenis die niemand had zien aankomen, waar niemand ook echt op voorbereid was, maar die achteraf als vanzelfsprekend en misschien wel onvermijdelijk wordt gezien. Terugkijkend was de corona-uitbraak immers een accident waiting to happen in onze geglobaliseerde, dichtbevolkte wereld. Het leert ons, denk ik, ook enige bescheidenheid in het voorspellen van zelfs de nabije toekomst. En corona heeft vanzelfsprekend voor heel veel leed gezorgd. Dierbaren die ziek zijn geworden of zelfs zijn overleden. Ondernemers die hun levenswerk verloren zien gaan. Werknemers die hun bestaanszekerheid zijn kwijtgeraakt. En ouderen die contacten met familie en vrienden hebben moeten ontberen. En wij allen die nu opeens ongemakkelijk die afstand van 1,5 meter moeten houden. Toch denk ik zijn er ook lichtpuntjes te benoemen. In de eerste plaats heeft corona de digitalisering een enorme boost gegeven. Heel werkend Nederland vergadert via Zoom, WebEx of Teams
En dat werkt over het algemeen verrassend goed. In de tweede plaats versterkt corona de internationale samenwerking in de wetenschap. Denk aan de snelheid waarmee de RNA-code van het virus beschikbaar werd gesteld om een vaccin te ontwikkelen. En in de derde plaats denk ik dat corona ook leidt tot een herwaardering van de wetenschap. Gelukkig keert het inzicht terug dat wetenschap veel meer is dan ook maar een opinie. Het is dus hoopvol te zien hoe de discussie over de voordelen van wel of niet vaccineren wellicht kantelt en de wereld smacht naar dat vaccin, zodat we weer in staat worden gesteld om ons sociale leven weer op te pakken. Maar corona laat naar mijn mening ook een ander mechanisme zien, namelijk de boiling frog mythe. We hebben immers krachtig en direct gereageerd op de plotselinge dreiging van corona. Maar voelen we diezelfde urgentie ook wanneer het gaat om klimaatverandering of de achteruitgang van biodiversiteit? Veelal niet, want deze dreigingen manifesteren zich sluipenderwijs, zijn pas na vele jaren voelbaar en daardoor bestaat het risico dat we niet op tijd reageren om de dreiging af te wenden. Dit is de boiling frog mythe, ofwel wanneer je een kikker in een pan met kokend water doet, en daar ben ik geen voorstander van, begrijp je, schrikt hij en springt hij eruit. Maar doe je de kikker in een pan met koud water en verwarm je dit vervolgens langzaam, dan zou de kikker blijven zitten tot de dood erop volgt. Ik pleit er dan ook voor dat we met meer gevoel van urgentie gaan luisteren naar de waarschuwingen van klimaatexperts en daadwerkelijk daarnaar gaan handelen. Ook al blijft daarbij het dilemma dat doemscenario's voor veel mensen een reden zijn om het hoofd in het zand te steken in plaats van in actie te komen. Wat volgens mij ontbreekt is het perspectief dat aangeeft dat verandering weliswaar niet makkelijk is, maar wel de weg opent voor een mooiere wereld. Een perspectief op een echt duurzame samenleving in sociaal, economisch en technologisch opzicht. Een dergelijk perspectief zal eerder aanzetten tot actie. En het Ruimte voor de Rivierenproject is hiervan denk ik een mooi voorbeeld in Nederland. In de eerste plaats bedoeld om ons rivierenland beter te beschermen tegen hoogwater als gevolg van klimaatverandering, maar tegelijkertijd heeft het de ruimtelijke kwaliteit van het rivierenland vergroot. Betere communicatie over het waarom van verandering is dus hard nodig. Dat begint wel met het kennisnemen van de feiten in het hier en nu. En hierin past ook onze kennisdag. Het is goed om kennis en ervaring uit te wisselen. Maar niet alleen succesverhalen, maar ook de lessen die we trekken uit wat sommigen noemen briljante mislukkingen. Zoals Bismarck zei, only a fool learns from his own mistakes. The wise man or woman learns from the mistakes of others. Kortom, ik wens u een serie van hele inspirerende bijeenkomsten met nieuwe inzichten en daarmee ook nieuwe energie. Dat is mijn reflectie.